Even welkom heet ik mijn eerste gast van de ochtend met wie we praten over de afwikkeling van wat in Antwerpen gemeenzaam de visacrisis is gaan heten. Advocaat en open VLD-politicus Chris Luyks. Zeer welgekomen. Ja, meneer Luyks, arrest in de visa-affaire deze week. Milde straffen, zo is gezegd. Deelt u die mening? Goh, ik deel wel die mening in die zin dat het bijna niet meer dan logisch is na 5, 6 jaar dat wanneer er dan een sanctie wordt uitgesproken, dat die dan milder is dan wanneer er vorig jaar of 2 jaar geleden een... Ja, maar er is zelfs gezegd dat het was een storm in een glas water. Voor de duidelijkheid, u verdedigde mevrouw Andries. Ja, zij was de kabinetchef van meneer Nolf. Ja, ze werd helemaal vrijgesproken, terwijl er bijvoorbeeld voor Nolf wel een straf was. Net zoals voor politiecommissaris Den Hond. Ja, ik denk toch dat de polemiek die er geweest is, denk ik, naar aanleiding van de uitspraak, waarbij toch nogal wat mensen zeiden, het was een storm in een glas water, ik denk dat dat toch wel kan genuanceerd worden. Het is wel zo dat het visa-luik eigenlijk geen echt probleem was voor het Hof van Beroep. Met andere woorden, men heeft daarover eigenlijk iedereen vrijgesproken. Maar ja, Er zijn toch wel andere malversaties geweest, denk ik. Potva was de politieschool, voor de duidelijkheid. Ja. Nu heb ik twee pistes eigenlijk. Ofwel was er weinig aan de hand, maar dan was er toentertijd in 2003 een gigantische machinatie, een maalstroom, misschien een operatie beschadiging. Vanuit de oppositie, vanuit de meerderheid zelfs? Ik geloof niet in dat complotverhaal. Dus te zeggen, we kunnen moeilijk zeggen vandaag dat er niks was. Er zijn heel wat mensen strafrechtelijk veroordeeld. Niet alleen nu door het Hof van Beroep, maar er zijn er ook een heel aantal die door de rechter in eerste aanleg zijn veroordeeld die niet in beroep zijn gegaan. Dus zeggen dat er niks aan de hand was, dat zou volgens mij toch een beetje tekort door de bocht. Maar geeft het ook aan. U zegt strafrechtelijk vervolgd. Het is ook een feit dat in de nasleep van de zaak een aantal mensen met name in de politiek geliquideerd werden. Ik denk aan mensen als toenmalig burgemeester Leona de Tiège, Cathy Lindekes, Anne Koolzaad enzovoort. Een politieke verantwoordelijkheid is toch nog iets anders dan een strafrechtelijke verantwoordelijkheid, denk ik. Ik denk dat wat het Hof van Beroep ook duidelijk gezegd heeft, dat is dat om iemand strafrechtelijk te kunnen veroordelen, heeft men al keiharde bewijzen en keiharde feiten nodig. Ja. Daar waar, denk ik, bij een politieke verantwoordelijkheid toch wel wat sneller zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. En daar zou men bijna kunnen spreken over een zekere deontologie, ja, Waar het eigenlijk ook hier wel over gaat. Ja. U zegt eigenlijk, u gelooft niet in een complottheorie. Ik geloof niet in een complottheorie waar ik wel in geloofd heb, want ik ben eigenlijk ook al van 2003 in deze zaak. Dat is dat er op een gegeven ogenblik een zeer rare kruisbestuiving was tussen wat in de pers verscheen en wat onderzocht werd. En naarmate er meer onderzocht werd, verscheen er meer in de pers. En ik ben er ook van overtuigd dat er heel wat, want het dossier zit vol anonieme klachten, dat daar inderdaad toch wel wat mensen zijn die aan de bel zijn gaan hangen met de bedoeling van. Ja. Maar uiteindelijk is het toch nog altijd het Openbaar Ministerie die moet beslissen wie er wordt vervolgd en niet andere politici of andere instanties. Dus ofwel was er weinig aan de hand, ofwel was er wel wat aan de hand. Dat gaf u eigenlijk al aan. Normvervaging, daar heeft het alle schijn van. De stad had een aantal baronieën die hun eigen ding deden. Dan blijkt eigenlijk dat het gerecht tekort schiet. Dat het moeilijk kan ingrijpen op dat soort... ja, kleine vergrijpen. Het is zo dat, om even terug te komen op het visa-verhaal, wat was eigenlijk daar de motivering van het Hof van Beroep om te zeggen, we kunnen die mensen niks verwijten, dat is dat er onduidelijkheid was. En wie heeft die onduidelijkheid laten bestaan? Dat is natuurlijk, op dat ogenblik zijn het de politiek verantwoordelijken die onduidelijkheid hebben laten bestaan. Nu zou dat totaal onmogelijk zijn, denk ik. Ik denk dat er nu duidelijke afspraken zijn. Ja, want nogal wat mensen zullen Fred Nolf, de oud-stadssecretaris, op deze zender hebben horen zeggen dat hem niets te verwijten viel. En zo. Weten we dan niet meer dat hij terrasmeubilair gekocht heeft op kosten van de belastingbetaler? En dat is dan de man die de stad zou schoeien op de leest van het bedrijfsleven. Je zal nogal gaan in het bedrijfsleven. Nou, ik moet natuurlijk niet het proces maken van meneer Nolf. Dat is gebeurd door het Hof van Beroep. Ik denk dat dat ook de enigste plaats is om een proces te maken. Maar we kunnen moeilijk zeggen, denk ik, dat er geen veroordelingen zijn uitgesproken. We hebben gehoord wat het Hof heeft gezegd over bepaalde inbreuken die er waren, zoals u zegt over meubelen, tv-toestellen, bepaalde werken die uitgevoerd waren. Dus ik denk dat eigenlijk toch wel een beetje dat triomfalistische gedrag, dat eigenlijk toch niet echt op zijn plaats is. Belangrijkste vraag natuurlijk, welke lessen zijn hieruit geleerd? Is er nu wat veranderd? Want eigenlijk was een visakaart een prima controlemiddel, hè?
Eigenlijk wel. En ik denk dat het spijtige is, bij wijze van spreken, dat het afgeschaft is. Daarmee bedoel ik, omwille van het feit dat het vroeger nog onduidelijker was. Hè. Men heeft juist dat visa-verhaal ingevoerd, die visakaarten ingevoerd, om een duidelijke controle te kunnen hebben. Ook ervoor te zorgen dat die ambtenaren niet op voorhand dat zelf moesten voorschieten. Nu, ondertussen zijn er andere... Het systeem van die pre-mandaten, waar u op doelt? Ook dat systeem van die pre-mandaten, waar dus ambtenaren die gingen lunchen met mensen, dat uit eigen zak moesten betalen en dat soms 1 of 2 maanden later pas terugkregen. Ik denk dat dat een systeem was dat sowieso niet houdbaar was. En daar heeft men een praktische oplossing voor gezorgd. Het spijtige is dat men er geen duidelijke afspraken over gemaakt heeft. Maar of dat nu nog kan, ik denk, er is het Integriteitsbureau. Ik denk ook dat bijvoorbeeld Schepen Luc Bungeneers, die toch heel kort op de bal heeft gespeeld, nu in de zaak voorkom, door een audit te bevelen. Ik denk dat dat mogelijkheden zijn. Er wordt heel anders mee omgegaan. Ja, burgemeester Janssen zei ook van de laatste steen moet bovenkomen, die hele lokale recherche moet gescreend worden en zo. Dat is veranderd. Ik denk dat het echt een ander inzicht tot een ander inzicht gekomen is en dat er ook misschien op dat punt wel een andere politieke cultuur is. Niet alleen op vlak van de politiek, maar ook denk ik bij de ambtenaren zelf. Ja. Politieke gevolgen waren groot, want de VLD toen stond op een haar van de burgemeester scherp door die hele affaire. Daar kwam de nationale partijleiding tussen gefietst met Koveliers toen in andere dagen. Hoe is de verhouding tussen Brussel en Antwerpen nu bij de Open VLD? En dat brengt me bij de politicus Chris Luyks, voor de duidelijkheid. Dat is, ja, dus zo denk ik dat Antwerpen altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld is geworden, maar ook altijd wel stiefmoederlijk behandeld wou worden, als ik het zo mag zeggen. Er is altijd een beetje een liefde-haatrelatie tussen aanhalingstekens geweest. Maar ik denk dat met het nieuwe team waar we eigenlijk nu momenteel toch aan werken, dat het echt wel moet mogelijk zijn. En daar staan ook mensen zoals Bart Somers, Dirk van Mechelen, Noël Slangen ook voor open om zich volledig te steunen achter het nieuwe project dat we momenteel voor de Open VLD in Antwerpen... U smijt zich hè, in dat hele Open VLD-verhaal. U bent de running mate van Christophe Thomas. Ja, het is zo, dat is er een beetje van gemaakt, maar het is wel zo dat het er heel lang naar uitgezien heeft dat ofwel Christophe ofwel ik zelf kandidaat zouden zijn voor het voorzitterschap van Groot Antwerpen. Nu, we hebben gaan samen zitten en gekeken of dat we eigenlijk niet beter zouden kunnen samenwerken in plaats van elkaar te concurreren. En we hebben elkaar gevonden. En ik denk dat we een mooi, goed project hebben. We hebben dezelfde doelstellingen. Dat bleek al zeer snel uit de eerste gesprekken. En er is nogal wat gerommel binnen de Open VLD. Dat is niet nieuw natuurlijk. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat in vergelijking met vroeger het momenteel heel windstil is. Dus wat ook nog maar eens, denk ik, benadrukt kan worden door het feit dat Christophe en ik zelf, we hebben elkaar gevonden. We hebben een duidelijk goed project. We hebben gezegd, los van wie er voorzitter zou moeten worden, wij gaan ervoor. Ik ga een poging doen, wat niet eenvoudig zal zijn om in het nationale partijbestuur verkozen te worden. Dat is uw bedoeling eigenlijk? Dat is mijn bedoeling. Het zal heel moeilijk zijn, omdat er maar 2 mensen eigenlijk, 2 niet-mandatarissen, rechtstreeks verkozen worden voor de ganse provincie Antwerpen. Maar ik denk dat dat ook nog maar eens benadrukt dat wij zeker in Brussel ook wel willen gehoord worden. En omgekeerd, dat wij ook wel Brussel willen betrekken bij de werking in Antwerpen. Omdat dat het een kan vanzelfsprekend niet zonder het ander. En u smijt zich ook voor de verkiezingen volgend jaar? Wel, het zou heel onverstandig zijn, denk ik, om daar nu al uitspraken over te doen. Het typische antwoord is, ik stel mij ter beschikking van de partij. Dat betekent en we zullen dan wel, dat u ervoor gaat? Dat mag u zo, die woorden mag u niet in mijn mond leggen. Ik denk dat andere mensen daar ook wel zullen over beslissen wie uiteindelijk de lijstvorming is. En u weet dat wij een democratische partij zijn waar zelfs de lijsttrekker verkozen wordt. Dus wat dat betreft, denk ik, heb ik niks te vragen of niks te willen. We zullen wel kijken op het moment dat het zich voordoet wat er zal gebeuren. Ja, u bent een ambitieus politicus, maar ook nog altijd een begenadigd pleiter. Mag ik u zeer bedanken. Dank u wel. Voor de komst naar de